Lekker in de lift rondrennen. Here we go. Een zaagbeurt. Kom maar bij papa in het stofzuigertje. Yo kijkers, vandaag gaan we weer door met Luigi's Mansion 3. Ik heb er echt super veel zin in. We zijn natuurlijk bij de vorige video gebleven bij dit super creepy stuk met deze bijen die er de hele tijd heen en weer gaat. Het is super irritant als ik alles al klaar aan het zetten ben. Hoor je dit op de achtergrond? Nee, maar we waren natuurlijk bij het Romeinse gedeelte. En ik zie nu pas inderdaad dat daar natuurlijk zijn hoofd zat met die ogen. Dat maakt het eigenlijk nog enger. En die volgt mij. Ik peer hem later. Je kan niet meer naar me kijken. Bravo 6, going dark. Oh, eindelijk crossbow. En links zijn wat appels. We hebben hier een bal. Een soort wrecking ball. Die kunnen we wel weer even opzuigen. Zoals we altijd doen. Jee, er komen meer appels bij. Ik heb denk ik al een idee. En dat is om dit te duwen. En dan moeten we echt heel erg oppassen. Kijk zo. Hoezo niet? Ik kan wel hier appels opzuigen voor levens. Oh ja, daar komt hij hoor. Daar komt hij. Daar komt hij. Oeh. Oké, okay, yes. Ik kan er nu achter. Yes. Oké, okay, zoek dekking. Wat moet ik dit doen? Oh nee. I'm scared. Hij zit vast. Oh lol. Hoezo zit hij vast? Huh? Maar hoe kom ik dan aan de overkant? Help een broeder. Auw. Trouwens, smash even op die like. Want anders komt er vannacht een horror Luigi onder je bed slapen. Huh? Ja, maar daar zit helemaal niks. Komt u maar naar papa, meneer Wrecking Ball. Ik kan nu niet even dark light even op alles. Doe hem daarheen. Ja, goed zo. Hier zit dus een trap. Met dus een deur. Maar ik weet... Oh. Monsieur Luigi. Ik ben zo dom. Ik vergeet constant dat ik dat kan doen. Ja, en dan komt daar een car uit de lucht vallen. Nee. Het zou nog mooier zijn als ik het ook nog weg kan duwen. Hier zit niks. Oh, kan ik niet gewoon de deur open doen? Later, ik peer hem, Luigi. Zoek het maar uit. Oh. Ik ben zo bad, hè. In gewoon puzzels en zo. Blazen. Woehoe. Go ahead, my friend. Yes. Oké, okay, nice. Oh. Heel veel mini-spoken. Bam. Zag je hoe snel dat ging? Dat was echt... Got him. We zijn weer in die nieuwe kamer. Dat is de soort van de co... Huh? Daar loop ik toch helemaal niet? Oppassen voor allerlei valkuilen. Dit kan ik dus ook weghalen. Er zitten vast ook heel veel secrets. Jeet! Dit is een spa... Oh, een boss battle. Wat ik wel een beetje raar vind, of misschien komt dat nog, maar dat alle thema's zo kort zijn. Het is echt maar heel even. Misschien verandert dat nog. Hij gaat daar in zijn paardenoutfit. Hopelijk gaan we even niet dood, want letterlijk iedereen die dit speelt gaat door elke bos in één keer, behalve ik. Oh, ik zie nu al een bullseye op zijn chest. Op zijn buik. Raai! Ik zei je toch, het werkt niet. Oké, okay, kom dan. Die zaklamp die werkt niet. Oh. Ja, en dan nu ineens wel na 3 keer. Wat een onzin. Wat een absolute onzin. Oké, okay, nu kunnen we gaan beginnen. Zuig het geld onder zijn kont vandaan. Je pak is een beetje uit elkaar aan het vallen, man. Oh, 3 arrows, dat is niet zo best. Wauw zeg, ik werd bijna geraakt. Wauw zeg, ik werd nogmaals bijna geraakt. Van de zijkant is zo compleet naar. Oké, okay. Yes. Yes, we did it. We are doing it. Het was zo simpel. Het was zo enorm simpel. Ik heb echt 10 minuten over gedaan. En dan worden we geprankt en dan moet het dadelijk nog een keer. Bam, bam. En bam. Dat is geld.
blijkbaar deed ik het goed. Ik weet niet eens wat ik deed. Smijt hem. Oeh. Oh, je moet niet eens een plopperschot doen. Je moet gewoon zo op hem wachten. Wat een ultiem makkelijke boss fight is dit. Ik denk het weer gewoon te erg door. Het was alleen maar gewoon dit. Het was niet zo erg. Het publiek heeft nog steeds gewoon goede gezichten. Alleen ze zitten wel zo van boe. Moest het nou echt zo gaan, Luigi? Ik weet niet. Ik denk dat we wel nieuwe plannen moeten gaan bespreken. Want het kan niet zo verder gaan. Let's go. Pak de key. Ik krijg een beetje jeuk van dit allemaal. Hé, jullie moeten wel jullie troep opruimen. Yay! Dukaten voor het leven. Huh? Oh. Ik heb blijkbaar een juweel. Die dropte gewoon echt out of nowhere, letterlijk. Maakt niet uit, maakt niet uit. We zijn weer hier. Ja, we moeten natuurlijk gewoon naar de lift lopen. Ik ben niet echt trots op deze victory, om eerlijk te zijn. Ik ben totaal niet trots. Time to call the elevator. Woehoe! I'm back. Niet dat, oké? Okay? Ja, dit. Goed zo. Yeah, nummer 1 die we al hebben. Of is dat nummer 7? Dat moet 7 zijn. Dat is 7. Wat is dit? Tuinkamers. Oké, tuin. Dat is het thema. Goed om te weten. We moeten onszelf wel even redeemen, Luigi. Lekker in de lift rondrennen. Oh ja, ik zie inderdaad ook al een bloem. En hier zijn de liftdeuren ook bloemen. Oh, dit haat ik. Oh, dit haat ik. Ik haat bloemen, oké? Ik haat ze. Please geen paddenstoelen. Oh, ik krijg rillingen alsof ik een horrorgame aan het spelen ben. Een echte. Wow, dat is een groot traphuis. Ik zie daarboven ook een spook, volgens mij. Oh, met allemaal ravens. De elevator key. Ren dan. Ja, dan wordt hij gepakt door een muis. Dat wordt een naar plantje. De tuinman. Oké, dit ziet er niet zo best uit eigenlijk. Oh nee, hij gaat me weer een meer water geven. Oh jeetje. Wat? Doe even normaal, man. Oh, hier kunnen we niet met Luigi overheen. Oké, waar moeten we nu heen? Oh, we hebben hier een liaan. Ja, dat kan ook. Hoe spring ik? Oh, maar je kan hier ook echt van afvallen. We gaan nu gewoon hier de hele tijd overheen klimmen. Dat is wel cool. Oké, oh, dit wordt leuk. Ga weg. Wow, woehoe. Dit wordt wel vet hoor. We hebben hier ook een kamer die we nog kunnen gaan exploren. Oh nee, zo kunnen we door volgens mij. Deze man houdt wel echt van planten. Yeah, I found the door. Oh, hij is spook met een bloem. Ew. Oh, daar gaat je bloem. Wat jammer. Kom maar in mijn collectie. Doei. We kunnen door naar de volgende kamer. Ja, je hoeft niet te juichen elke keer, oké? We gaan. Oké, dit vind ik wel weer cool. Maar kunnen we hier dan ook weer door, is de vraag. Jazekers. Nieuw. Waar was dat geluid voor nodig? Oké. Gaat hij die nu de hele tijd droppen? Oké, as easy as that. Ik wou het bijna weer heel hard gaan doordenken. Maar dat moet je dus niet doen. Je moet niet doordenken in dit spel. Het klinkt best wel raar eigenlijk. Maar dat moet je gewoon niet doen. Hé, ga weg, prullenbak. Ik wil jou niet opzuigen. Beam. Dat is creepy.
Oké, we kunnen... Heb je een secret passageway? Nee. Maar we hebben hier wel een wc. Ja, ik moet dit kapot maken. I get it. Dat gebruik ik ook echt nooit. Sinds wanneer is het zo moeilijk om een wc weg te halen? Man. Oh, wat? Kijk, ze lichaam helemaal uitstrekken als ik dit doe. Ja, dan zit ik hier natuurlijk weer 3 kwartier vast. Hey, kom eens hier. Kom eens hier. Dude, je bent zo irritant, hè, die prullenbak. Ja, maar ik weet het. Ik moet iets met deze valve doen, dat weet ik. Hiermee gaat de wc, die schiet dan open. Maar wat ik moet doen, dat weet ik dus niet. Kijk, ik kan dit niet plopperschot dingessen. Want ik snap het ook wel, die bank die moet weg. Zo dom ben ik nou ook weer niet. Let's try this again. Oh, zo, wat een agressie. Alsjeblieft, man. Dat had echt niet zo lang hoeven duren, hoor. Hé, hey, trouwens, dit is een nieuw type spook. Dat moet je via het raam zien. That's what you get. Nee, het is zo'n ding. Ik weet niet wat met die dingen moet. Ik heb hem. Woehoe. Ik ben wel echt heel erg vet vinden aan deze game. Is de lighting van alles. Oh nee, ga aan de kant. Woehoe. Oh, het zijn er 2. Het zijn er 2. Bijnadood.nl. Dat ging nog maar net. Oké, wat gebeurt er dan nu weer? Hallo? Hallo? Oh, kijk. Ik zie het. Nee, maar dit is zo vet met die lighting overal. Wauw, man. Daar bereik ik veel mee. Heb ik inderdaad heel veel mee. Wat? Dat hoeft u niet te doen. Oh, Luigi. Ja, ik heb het al door. Ik heb het al door. Zo, hé, dat was even stress. Oké, we zitten in een kamer vol met meloenen. Ziet er best normaal uit als je het mij vraagt. Oké, maar hoe komen we hier langs? Oh nee, oh nee. 2-1, jackpot, boys. Oh, dit ding is een meekeeper. Dat mag best wel even wat worden verminderd. En jij bent helemaal niks. Dit is heel naar. Holy damn, we kunnen zwaaien als Luigi Tarzan. Kom hier. Auw, ik moet die dingen niet opzuigen, duidelijk. Dude, stop. Kan ik dat skippen? Doei. I'm gone. Geef mij maar de boss battle. Hup, 2-1 video. Oké, laat maar. We zijn geforceerd. Oh, godverdamme. Oh. Wow, eindelijk vind ik iets een keer in één keer uit. Oké, ik heb een idee. Jeetje, ik spring ook volledig mis. Ik wil op die andere springen. Ik kan iets. Ja, dat zie je ook niet vaak. We hebben hier een touwhangmat. Godverdamme. Oeh.
Zo, ik stond echt op het randje. Zag je dat, jongen? Ik was bijna aan het vliegen. Oké, laten we weer even Tarzan Luigi worden. Goed zo. Mijn Tarzan skills gaan goed. Hey, wat doe je? Oh. Dat was heel naar van die kraaien. Beuk me er niet even weer vanaf. Anders blaas ik je weg, oké? Okay? Je grote rothoofd. Oké, we zijn er. Schiet een plopperschot op zijn mik. Die moet aan de andere kant, sowieso. Sowieso. Ja, dat is 8. Dat is 8. Dat is 8. No. Spring met hem mee! Laten we hierop gaan staan. Goed idee, hè? Neem de duikplank. Let's go. David, je bent toch ook zo dom? Oh. Nou, laat maar. No boss battle? Wat is dat? Laten we weer even kijken. Oh. Nee, niet een zaag. Ja, dan gaat hij naar voren en dan moet je ze stilzagen. Oh, hij is blind. Hij is blind volgens mij. Ja, ik smoot toch net opnieuw. Hoe ziet hij mij dan? Ja, ouwe, ik zou het echt niet weten wat ik moet doen. Oeh! Je moet ervoor zorgen dat hij stikt. Oh, je moet ervoor zorgen dat hij dat pakt. Dan moet je daarachter staan. Oké, okay, got him. Oké, okay, ik ben blij dat ik eindelijk iets zelf kan uitvinden. Oh, you lucky bastard dat je die aanval deed. Here we go, een zaagbeurt. Kom maar bij papa, in het stofzuigertje. Hoppa, wil je ook nog even een zaag worden gelegd? Goed zo. Hier ben ik. Hallo, handtekening. Oh, dat was echt de perfecte aanval die hij moest doen. Moetetjoe. Je bent van mij. Hi. Let's go. Huh? Is dat een nieuw item? Hebben we een nieuwe ability? Als we een nieuwe ability hebben, hè? Oh, die moeten we laten groeien. Kijk eens. Ik weet gewoon een keer iets. Dat is echt fijn. Ik kan weg bij de bloemen. Het was niet zo heel erg. We hebben nu als het goed is 8. Dus dat wordt nice. We're counting, boys. Hier heb ik me echt op verheugd. Dit is filmstudio. Die boss fight die ze hier ook van hebben laten zien. Hebben een stukje is heel sick. Dit is zo vet. Al die schaduw ook daarachter. Kijk, daar is Luigi tegen King Boo. Die gaat draaien. Hé. Hey. Ik zie daar een deurtje. Ja, die katen. Oh, en een bokshandschoen. Yo, beter. Wat kan ik hiermee? Ga tv kijken. Op zijn bolle neus. Zocht mij niet helemaal hoe het werkt eigenlijk. We kunnen weer teruglopen en dan kunnen we weer door. Dit is denk ik een uitleg van de nieuwe mechanic. We hebben natuurlijk nog die coole bokshandschoen. Poeh.
Oké, ja, daar kunnen we dus niet in, nu niet meer bij. We gaan wel even hier doorheen. Als dat kan, ga weg, Luigi. Kijk, want we kunnen daardoor de deur, maar volgens mij ook gewoon hier. You say not? Why not? Ik dacht al. Recht op Luigi's hoofd. Ah, dat heb je nu al 80 keer gezien. Boehoehoe, valt het doek nu voor mij? Rogier Moore is de beste regisseur van zijn tijd. Hoe kon ik zoiets belangrijks verliezen? Ik ben een waardeloze filmregisseur. Dat is alles wat ik nu nog ben. Zelfs deze ooit zo sprankelijke knop ziet er nu maar dof uit. Ja, die wil ik even hebben. Ah, mijn prachtige rode megafoon. Waar kun je toch zijn? Oké, nu moeten we gaan zoeken. Zal ik mezelf laten zien? Hallo, ik sta voor je. Ik eindig hier achteren, maar hij heeft het nog steeds niet door. Maar in de volgende video gaan we dus deze puzzel oplossen. En dan gaan we dus beginnen aan de supercoole boss fight. En ja, dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!